Thought I saw smoke run down and color the sea, discreet difference in the movement. Sleep, my head heavy with the ocean sun. But I can't help cooling. We zijn in Amerika! Dit is onze hotelkamer in Las Vegas met dit uitzicht. We hebben echt een top eerste nacht gehad op zich. Ja. We hebben wel enorm gejetlagd, want om 1 uur werden we wakker en om 3 uur werd Vos wakker en die wilde eigenlijk niet meer slapen. Dus om 5 uur tot 5 uur hebben we het weten te rekken en toen zijn we maar uit bed gegaan. Vossie ligt alweer te slapen. Het is nu 10:30 geweest en we moeten zo uitchecken. Dus ik zal hem zo wakker maken. We hebben vast autostoeltjes gekocht voor straks in de camper. Die gaan we nu zo ophalen. Gerrit is even naar de Walmart geweest, want ze wilde ons anders niet ophalen zonder autostoeltjes. Dus ja, helemaal geregeld. Was echt makkelijker dan ook nog dat, zeg maar, weer mee te slepen van huis. Voor $50 per autostoeltje ben je klaar. Dus dat is wel goed te doen. Dit zijn onze koffers. We hebben echt wel veel spullen mee. Kinderwagen mee. Dus ja, hebben we er zin in? Ja, super veel zin in. Echt, wat een gekte is het hier. Ik vind het wel echt heel relaxed. Mensen zijn heel vriendelijk. En ze maken heel makkelijk een praatje, net in de taxi ook. Dus allemaal een goed begin. Ik kijk vooral uit om nu straks de camper op te halen en dan gewoon te gaan. Dat lijkt me dan. Ja, echt fijn. De camper ophalen, daar hebben we heel veel zin in, hè? Ja. Ja, we gaan lekker de natuur in. Weet je, deze gekke plek achter ons laten. Dat was. Deze gekke plek. Ja, Vegas is heel leuk, maar we hebben ook een beetje dubbel gevoel over, hè? Zo, een hele goede morgen. Het is dag 2, zeg ik dat goed? Ik weet niet eens meer, jongens. Ach, het is echt. De eerste 2 dagen waren echt stressvol. De eerste nacht was natuurlijk wel heftig. En daarin probeer je ze gelijk al een beetje in het ritme te krijgen van hoe het hier uiteindelijk werkt, in ieder geval qua tijd. En gisteren gingen we dus uiteindelijk de camper halen, maar dat duurde ook allemaal veel langer. We moesten naar de Walmart om spullen te kopen, maar dat duurde ook echt best wel lang. En de boys die huilen, krijsen en ik had het op een duur ook echt niet meer. Iedereen was chagrijnig. Vervolgens zijn we naar deze plek toe gereden. Dit is de Oasis Resort in Las Vegas. En prioriteit was gewoon eten en slapen. Nou, uiteindelijk was het een uurtje of 9, denk ik, dat we toch nog een hapje gegeten hadden. Het is echt nog een puinhoop, zoals je zag binnen. En het is nu een kwestie van, want we hebben tot 11 uur, dan moeten we uitchecken. Dus het is eigenlijk nu een kwestie van opruimen, alles op zijn plek leggen, ontbijten en dan gewoon gaan. En terwijl Gerrit met het eten bezig is voor en een beetje aan het opruimen is, ga ik even alle kleren indelen. Dit is de la voor Gus. Toen ik het in de laatste opdracht dacht, oké, wat heb ik nog veel meegenomen voor hem, maar goed. Hier hebben we allebei een kast, jurkjes voor mij. Ik heb 1 warme trui meegenomen. Bij Yosemite kan het wel koud zijn.
en geelse kleding. En dan hebben we hier allemaal handdoeken. Even kijken, dan hebben we hier nog mijn la met shirtjes. Dan hebben we hier de brede la voor de misten. Maar we zijn bijna helemaal ingericht, dus wel heel fijn. We hebben hier ook nog kastjes boven ons bed. Dan hebben we hier nog de badkamer met een wc. En de douche. Dan hebben we hier dan onze eerste slide-out. Hier kunnen we een bed van maken. Hier heb je zelfs een stapelbed. Dus dit bed kan je uitklappen en dan heb je nog een bed. En hier kun je een bed van maken. Hier heb je normaal nog een tafel met twee zitjes. Maar ik denk dat we hier gaan proberen om het bedje van Gus uit te vouwen. We hadden een Derian bedje gekocht. En dat is eigenlijk een klein koepelteentje. En ik hoop dat hij daar uiteindelijk in wil gaan slapen. En dan ligt hij naast ons bed op deze bank wel veilig. Dus we gaan daar het bedje voor Gus maken. En Vos die slaapt dus bovenin. Dus dit hoeven we dan niet steeds te veranderen in een bed. En wanneer Gus daar, of Vos daar slaapt, dus dat is wel ideaal. Zo, we gaan zo ontbijten. Take off. Stroopwafeltje. Hier zit Vos. Hier zit Gussie met prachtig uitzicht straks. En als we helemaal ingeslijd zijn, dan is het hier heel smal. Maar nog steeds goed te doen. Alle spullen naar binnen. We gaan rijden. Het mooiste was dan dat Geert
naar Pink zwaaien terwijl hij wegreed. Maar hij keek niet meer. Thank you, sir. Thank you, sir. Ja. We zijn op een plek gestopt, eigenlijk na de beelden die je net hebt gezien. Sanne zit hier. Ik ben even aan het uitrusten. Oh, uitrusten. Maar serieus, moet je kijken waar we staan. En je hoort hier echt letterlijk niks. Dit is gewoon stilte. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt zo. Ja, weet je, ik laat het jullie nu wel zien, maar dit is echt... Bij lange na niet hoe dit daadwerkelijk uitziet. Maar... Deze vrouw is jetlagged en een beetje misselijk van de hele auto. Ja. Yeah. Heel fijn plekje. We're putting up the barbecue, honey. Echt wel een ding ook, hè? Maar goed, we moeten nog wel even. We moeten nog 70 kilometer en dan zijn we op de plaats van bestemming. Maar dit is onbetaalbaar, dit is echt vet. Aangekomen bij de derde, of eigenlijk bij onze tweede camping. Alleen we weten dus niet of ze plek hebben. We hebben deze camping niet gereserveerd. Dus ik ben heel benieuwd of we ook op de Bonnefoy ergens kunnen staan. Meestal kan het wel, maar het is nu volgens mij vrijdag. Ik ben nu al de dagen kwijt. En het ziet er hier wel vol uit. Echt de Amerikaanse manier van kamperen is dus dit. Ja, dit. Ja. Hele grote bussen. Papa, kon papa goed nieuws brengen, denk je? En mogen we in Bishop blijven? Zeker. Top. Kom maar, ga je op mijn schoot zitten? Ik dacht al, je bleef best wel lang weg, ja, dus het was goed nieuws. Ja, ik was met vrouwen. Nee. Uiteraard. Ik maak makkelijk vrienden. Jij vrouwen, altijd. Ja, ja. Jij lang. Maakt overal makkelijk vrienden. Ja, dat klopt. Hoe lang blijven we hier? 1 nacht. Oké, nou, kies maar. 75 of 66? Ik ga voor, ja, 75 klinkt goed, hè? Ja. Nee. Maar het ligt er een beetje aan... Nou, er waren nog wel meer plekken, maar dit waren de grootste. Dus zeg van, nou, dat is voor jullie wel makkelijk om dit te maken. Got some technical issues. En dat is heel vervelend, want gisteren kwamen we hier en toen kwamen we erachter dat de slide-out niet werkt. Zeg maar, hier heb je het stuk wat je uit kunt schuiven en dit stuk schuift wel uit, maar die blijft zitten. Dus nu moeten we eerst naar, ik heb net even contact gehad, en nu moeten we eerst naar Ellen Outdoor, dat is een soort van kampeerwinkel en die hebben Roadbear vaker geholpen om de camper te fixen. Dus daar gaan we nu eerst even heen.
En vandaag gaan we naar Bodø. En Bodø is een soort van ghost town, of in ieder geval een soort van verlaten stadje. En ik hoorde net van de vrouw hier bij de receptie dat het echt fantastisch moet zijn. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat Vos dat ook heel leuk zou vinden. En we kregen een tip van Nick. Klinkt alleen al leuk, de tip van Nick. Die sprak mij aan op Instagram. Nick, als je kijkt, hallo. En die gaf me echt een hele lijst aan tips waar we allemaal rekening mee kunnen houden wanneer we dus dit rondje gaan doen zoals we nu gaan rijden. En hij zei onder andere dat je hier heb je Eric's Bakery, als ik het goed heb. In ieder geval, dus daar kun je allerlei Nederlandse dingen en zo krijgen. Dus daar gaan we als het goed is ook nog even heen. Zolang dit maar niet te lang duurt. Het is gewoon altijd vervelend, weet je. Dit kost allemaal extra tijd en heb je helemaal geen zin in. Dus ik hoop dat het snel te fixen is, maar we gaan het zien. Hey jongens! Bodø is een heel oud goudmijndorpje hier vlakbij. We moeten nog 3 kwartier mee, ongeveer 40 minuutjes rijden. Maar we dachten we reserveren alvast een plekje hier bij deze RV-site, Camping Lee. Dan weten we in ieder geval als we vanavond in dit hele kleine dorpje terugkomen dat er nog een plekje is. Dat is altijd wel een fijn idee. It was started by a man named Bodø who took a look at those hills and decided they contained a lot of gold. He was right too. Placer claim on all this territory, which means he panned the stuff by hand. He took out $500, though it's doubtful if he got to spend much of it, because he broke his leg while he was hiking after supplies. And by the time they found him, which was after the snows had thawed, took out $500, and in the town they named after him, they took out 80 million more. Dezelfde impact maken. Het is gewoon lekker spooky en helaas heeft Vos er vandaag niet zo heel veel zin in, dus het heeft iets minder impact op hem dan we hadden gedacht. Dat is een beetje moe, denk ik. Maar wel heel leuk om hier weer te zijn. Mensen kwamen hier voor het goud en daar zat het geluk in en voor de rest had je hier helemaal niks. Vos verzamelt overal steentjes, hè? Ja. Mogen we die wel meenemen uit Bodø? Ja.
dan thuis. Dus dat is wel heel grappig. We hebben voor het eerst onze trui aan, want het was gewoon wat kouder vannacht. Ik denk dat ik hem zo wel weer uit kan doen, want het is nu ongeveer 8:30. Dus we zijn lekker vroeg op pad. En we hebben nu al prachtig uitzicht. Check. Cuties! Daar zitten ze, Jut en Jul. En als je nou denkt dat ik hier de hele tijd relaxed naar Gerard kan zitten, dan heb je mis. Ik ben vaak achter te vinden bij de jongetjes, want ze moeten wel wat geëntertained worden, vooral Gus. Dus we moeten vandaag ook 2 uur rijden naar Yosemite. En dan nog 1,5 uur naar de camping daarna. Dus we konden niet meer op Yosemite zelf, in Yosemite zelf slapen. Zelf vind ik dat niet zo heel erg, want je hebt heel veel beren in Yosemite. En ik ben toch een beetje een schijter daarin. Dus ja, we hebben lekker een camping na Yosemite. Met heel veel dingen voor kids. Er zijn hier allemaal mensen aan het hardlopen, maar die zien er echt al kapot uit. Het is wel een hele mooie plek om hier te lopen, maar echt wel pittig. Pittig tochtje. Het leek ons een goed idee om even te lunchen. Dus we dachten, we gaan hier stilstaan en dan gaan we even een tosti eten. Alleen Sanne is altijd doodsbenauwd voor beren. Die ziet echt letterlijk beren op de weg. Die denkt dat bij elk geurtje van een kalkoen of een stuk kip of een tosti of wat dan ook, dat er dan een beer aankomt. Omdat haar oom dat een keer verteld heeft. Maar check. Zitten we even tosti te eten? Zie je mij al belachelijk te maken? Over de beren. Ja, ik zit Sanne belachelijk te maken over de beren. Wacht maar als jij erin zit. Wat zeg je? Ik hoor jou wel anders praten als jij erin zit. Ja, als je erin zit. Maar het leuke is aan zo'n camping is dat je dus overal kunt staan en dat je gewoon zelfvoorzienend bent. Dat is wel echt heel relaxed. Je kunt even koken, gasje aan, theetje maken, wat dan ook. Maakt het niet uit. Je hebt gewoon alles bij de hand, dus dat is wel super relaxed. We gaan straks naar de Visitor Center in Yosemite. Wat kun je daar doen? Ja, dat is gewoon het bezoekerscentrum, dus daar kun je zien wat je wat voor paden je kan wandelen, wat je er allemaal kan doen. Okay. Nou, ik ben hier nog niet zo bekend, maar dat is dus wat we gaan doen. Maar eerst even eten. Als je dan toch maar 1 mile of 1,5 mile hike gaat doen met de kindjes in Yosemite, dan kun je maar beter het een beetje spannend maken. En nog een beetje avontuurlijk en over allemaal keien gaan klimmen. Dat hebben we gedaan. Echt een fantastische tocht en kijk achter ons. Oh, dat is ook een vette plek, hè? Ja. Mensen je kan doen nog gevaarlijke ja. Dingen voor de beste foto's. Je kan nog verder klimmen, maar met Gus achterop en met Vos hier vonden we deze klimtocht al wel spectaculair genoeg. We zijn ook niet de enige hoor. Kijk, allemaal fotograferende mensen. Maar dit plaatje, oh mijn hemel, hoe mooi is het hier. En Gerard was echt een held. Die durfde gewoon in het koude water. Ik heb het net ook geprobeerd met blote voeten, maar
Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd en Geer die heeft echt heel lang in het water gewaterd. Echt zo mooi hier. Oh. Yes, en dat was hem voor deze week. We hopen dat jullie ook genoten hebben, net zoals wij weer bij het terugzien van de beelden. En volgende week zien jullie het tweede deel van de Amerika Vlog. En daar zie je onder andere dit. Wanneer we morgen wakker worden, is dit ons uitzien. Dus voor nu heel erg bedankt voor het kijken. We hopen jullie volgende week weer te zien. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze nieuwste vlogs? Abonneer je dan op ons kanaal. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer we weer een nieuwe vlog hebben geüpload. Voor nu nog een hele fijne week. En we zien elkaar volgende week. Doei doei.